Vandaag presenteerde het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders de cijfers van de stadsrekening van het afgelopen jaar. Het aantal inwoners van Nijmegen steeg dit jaar met 2366. Daardoor woonde er op 1 januari 2018 bijna 176.000 mensen in de stad. Onder al die Nijmegenaren zijn de vrouwen in de meerderheid met 51,6%. Mannen die vinden dat alle leuke vrouwen al bezet zijn, moeten dus gewoon beter zoeken. De bevolking van Nijmegen is op deze manier verdeeld onder verschillende leeftijdsgroepen. Kijken we daarnaast naar de bevolkingsopbouw in heel Nederland, dan valt op dat in Nijmegen door de vele studenten bovengemiddeld veel jongeren tussen de 15 en 24 en bewoners tussen de 25 en 49 zijn. Het percentage ouderen in Nijmegen is dan weer ondergemiddeld. De toename van het aantal inwoners heeft geleid tot een record op de aanbouw van nieuwe woningen. Hoewel de Nijmeegse politiek het erover eens is dat er nog een flinke taak ligt voor de stad om dit door te zetten. Het boeventuig in de regio is gelukkig niet meegegroeid met het aantal woningen. Want het aantal inbraken in Nijmegen is juist gedaald. En dat is maar goed ook, want huiseigenaren hebben in Nijmegen al te maken met hogere lasten dan gemiddeld in Nederland. Huurders hebben daarentegen juist aanzienlijk lagere lasten in Nijmegen dan gemiddeld in Nederland. Om de vaste lasten op de langere termijn te drukken, worden er in Nijmegen steeds meer geïnvesteerd in zonnepanelen. 246 maal werd er in 2017 gebruik gemaakt van een zogenaamde duurzaamheidslening. Wel had de gemeente in 2017 meer uitgaven dan inkomsten. Hoewel voorzichtig dalende, heeft het grote aantal bijstandsgerechtigden hieraan bijgedragen. De grootste kostenpost zit echter in de portefeuille Zorg en Welzijn. Daar is de vraag aanzienlijk groter dan het budget. De gemeente gebruikte de saldireserve om dit gat te dichten. Na eigen berekening geeft de gemeente aan dat haar rekeningresultaat voor het jaar 2017 een verlies van 11,5 miljoen bedraagt. Maar omdat het college er een gewoonte van maakt om te voorspellen winsten bij voorbaat aan de saldireserve toe te voegen, is het uiteindelijke resultaat een winst van 17 miljoen euro. En daarmee is Nijmegen in 2017 dus een rijkere stad geworden.